De directie en de raad van commissarissen van de Veerdienst Kanawaima zijn officieel niet op de hoogte van de herstart van de veerverbinding tussen Suriname en Guyana. Vanwege de coronacrisis ligt deze dienst sinds maart stil. In de media zijn berichten verschenen dat de dienst op 12 december hervat zal worden. De leiding van het bedrijf weet hiervan totaal niets, omdat er niet officieel is gecommuniceerd, zegt waarnemend manager en voorzitter van de Raad van Commissarissen, Hanisha Jairam. Weliswaar is het zo dat wij via mediakanalen begrijpen dat vanaf 12 december de diensten hervat zullen worden. Ik moet wel haasten door te zeggen dat ik officieel nog geen berichtgeving heb gekregen. En ik hoor en lees in allerlei artikelen dat wij vanaf 12 zullen starten. Dus ik wacht nog steeds op directieven. Maar de boot is wel ready? De boot is ready. Onze boot is ready, Kanawaima. Maar laat me wel verduidelijken. Ready in de zin dat het traject welke was aangegaan om de boot te repareren afgerond is. Maar wanneer je te maken hebt met een ferry en een boot welke op water gaat, en vooral als het gaat om internationale wateren, dan is onderhoud van zo'n boot van eminent van belang. En in ons geval hebben wij al als raad bovenwaterlijn, dat is dus motorisch en hydraulisch, zaken al aangepakt. De boot was vanaf 2017 in principe defect en het werd voortgeduwd door een duwboot. Dat probleem is intussen opgelost. De motoren werken al, de automatische klepdeuren werken, dus het roll-on en roll-off systeem is wel weer actief. Propellers zijn er al, dus boven waterlijn is het al onderhouden, het is al gerepareerd en dat stukje is ready. Omdat de boot een hele tijd niet heeft gevaren, moet het volgens de MAS weer worden geïnspecteerd, zegt Jairam. Maar wanneer je zo'n grote boot hebt en het over internationale wateren vaart, is het door MAS aanbevolen dat het nou naar de drydock moet. Want om de 2-3 jaar moet je zulke boten naar de drydock sturen, zodat je onder waterlijn ook kan checken. En MAS heeft aangegeven dat vanwege het feit dat de boot al zo lang op modder in principe heeft gelegen, ruim tijd is dat wij de bodemplaten inspecteren en waar nodig die vervangen. Dus er zijn intussen al tal van afspraken gemaakt en uitgesteld vanwege het uitblijven van financiële middelen voor dat gedeelte. En er zijn brieven gestuurd naar de minister van TCT waarin de situatie is aangekaart. Dat het nou ruim tijd is dat de boot naar drydock moet gaan. MAS zelf heeft ook al gesproken met de minister. Dus we zijn nu in die fase om een afspraak te maken en natuurlijk de financiële middelen in orde te krijgen voor een drydock behandeling. Hanisha Jairam, president-commissaris van de Kanawaima Veerdienst. Ze zegt te hebben vernomen dat de Guyanese boot Sandaka zal worden ingezet, maar ook hierover is er niet gecommuniceerd. Jairam benadrukt wel dat het noodzakelijk is dat de veerverbinding wordt geheractiveerd.